Voorfees gedoen. Yes, so, hij is niks. Hij is niks. Ik moet luisteren maar uit. Oh. Maar verder dan ik is een actor, danser, physical theater, no? Performer in the blood. Mm-hmm. Applied arts practitioner, sure. MC, forum theater actor, groundspring playback theater actor. Sure. A range of things that I... That's why I don't really consider myself as a one specific thing. But meer als een... You know, as an artist. Dus, ja, ik zou ook zeggen artist, want je doet meer als net, you know net acting, you know, which is amazing. Want als je allemaal wat alles kan doen, ik weet, ik kan maar bij de een. Nee, ik doe zo paar goed, maar jij wordt op next level. Ze evolve. Ik probeer. Yes. Ik wil ook een paar random vragen vragen. Okay, als ik nou jouw phone moet grijpen, okay. Wat een song speel? Wat is jouw favorite ene keer? Wat nou zal, als ik eerste moet druk? Well, dat is een song, Casanova. Mm-hmm. As, ik denk, hoe is zijn naam? Nasty C. Oké. Okay. Yes. Dus hij local guy. Yes, Nasty C. Die tweede track wat ik jou zal geven is DJ Sakil. Zou je ook een kind Sakil? Want you love me now. Ik is oor remix. Daar is die vibe. Ik is maar bij je local, bij je plat. En zo doe ik het. Ik like het. Zeg maar gewoon koffie, tea, coke of water? Water. Is het eerste ding wat je doet, water nogal? Yes, water. Eerste ding wat je doet als je opstaat in de ochtend? Eerste ding wat ik doe in de ochtend is bad habit, want ik rook een sigaret. Maar dat is honest. Ja. Dat is allemaal different goed. Ik krijg niet zo, dus mijn phone, wat ik ook moet doen. Yes. Dan wil ik jou vragen, if you had the world attention for 30 seconds, voor 30 seconden, wat zal Joy for her say? What would you tell the world? Yo, what I'll tell the world in 30 seconds would basically be, honor your mother and your father, sure. You know, and your days shall be lengthened. Mm. You know, don't forget where you come from. Your family is important. Always try to keep relationships pure, sure. and honest and sincere. Mm. You know, never do anything for the gain, but more out of a pure heart. Yay! Zij advies op Belbeschoon, Gabriel Smit. Ik is oordeel. Hij is gewoon een mooi kort dingetje. Yeah. Dus dat is een improv guy. Dan zeg maar, if you had to work, no, but didn't need the money, which I think is an easy answer, what would you choose to do? If I, sorry, repeat though. If you had to work, and but je hebt geld nodig. Mm-hmm. Je hebt alle geld in de werk zal je wel doen. Die week wat ik nou doe. Ik dank je. Because die geld is ook okay, al dag, you know, the same. Die geld is ook okay, al dag, daar niet, maar ik zal dit doen. I wouldn't change it. Wow. Ik was nou een pa en mijn boy is like 9 jaar oud. Zo, so, over die jaren het begint te realize voor mij, man. Like, die wat ik doe is richtig een image voor hem om te kijken. Like, you can really achieve whatever you put yourself to. Hij wil sport spelen. Zo, hij wil in Italy en in Spanje en zulke goedes. Zo, so, mijn desire is om voor hem te wijzen, like, Boeta, trek aan je boots, week uit en dan kan ze dat doen. Lekker Boeta, man. Shout out to Boeta of zomaar daar. Yes. Als alleen jouw vriend nou opmaakt, als ik nou kom en maak jouw vriend, ik voel het een beetje personal, maar anyway. Wat zal ons zien? At the moment zal je baie vruchten zien, want in ons huis is nou, ons is bezig met een health vibe, soos verschrikkelijke baie vruchten, jam, like kaas, waterbottles, water natuurlijk. Water, ja, dat is maar... Lekker! Chops is in die vriezer en ja, zo. Ja, die vriezer is in die boentag. Ja, dat is een boentje om te gaan. Dat is een habitje, maar ze is zo goed ook zo lekker. Dat is niet heel te goed te zouden. Ja, dat wordt real. En dan, if you were home on a rainy day. Nou, it's a rainy day, you can storm me outside. Yes. Wat de movie zal Jay bereid zetten en kijken? Ja, dat is tough. Ik kijk hier much movies. Sean en mijn partner, zij kijk verschrikkelijk bij je movies. Zo'n movie wat ik zal samen haar zal kijken op een rainy day of ons drie samen. Het zal preferably like a family movie is, wat ik en die boy en zij kan samen kijken. En dan chillen we niet, en we zijn van board games, lovely. En we zijn van gesoes gisteren aan. Ik like dat jullie interact met elkaar. You know, gisteren hebben we gespeeld, wat is hij wat we gespeeld hebben? Hij circle. Oh, XO. Maar hij circle move, man, waar ze die lijnen zo moeten trekken. Oh, I know. Ik weet het niet naam, maar ik zie ja, ze zijn uitgestaan, eigenlijk voor de eerste keer. That's en Sean heeft ons gewen, like... Sean is a girl. Zij is je mami, man. Yeah. Zij is backbone. Zij is je backbone. In essence kan ik allemaal niet te zeggen. Zij. You know? Shout out to Shauna. Zij is amazing, one time. Ik is oordrijven, want het moet elkaar zijn partners like, appreciate. Of course, you know? Shout out, yeah, shout out voor Shauna. Als het in een wagen wist, het, dan, joh, ik versta. Dus misschien is die gedoen het of kon gedoen. Definitely het. Not, you know? Definitely not. We had a son very early in our life. And we
stayed committed to each other. Wow. We stayed committed to the family. Mm-hmm. Struggles, obstacles, was mm-hmm. in onze pad gezet en nou nog in onze pad gezet. Ja, kom ons maar. We survive, man. In een nieuwe ding wat ons ook geleerd het, is dat we zit niet nodig om net te survive, man. Ons moet eigenlijk thrive. Sure. You know what I'm saying? So we can't just settle. We have to push the boundaries continuously and that's what I do in my career. Mindset. As well. Is daar, ik is oor het. Shift the perspective. En jullie balance elkaar mooi, so daar is die punt. Verschrikkelijk mooi. Ik is die, meer zoals ik zei, extrovert. Mm. En dan is zij die grond van die relationship. Zij is meer van de introvert. Mm. Ik kan one-on-ones met haar. I got you. Zij is hier like, wat een crowd, waar ik nou weer zal flourish in een crowd. Maar zij re-look voor mij, like, very, very importantly. But that's important that she has to be like that. Imagine jullie altijd is extrovert. Ja, dan is het misschien... Chaos. Kijk, ik wil het chaos. En dan praat ons een beetje over je art. Op 6 jaar oud, zei ze. Yes, 6 jaar. 6 jaar oud, Nesli George. Mm-hmm. We know, actrice is op 7e Laan. Mm-hmm. En zij was mijn teacher. We zijn getour, KKNK, met een play called Divas. Op 6? Op 6 jaar oud, zo naar mijn ma, zo naar mijn pa, sissy, booty, niks. Het is met zijn engel, man. You know, en... Maar het is natuurlijk een stretch, you know. Het 6 jaar oud. En ze moet ook een capacity hebben om te realize, like, wat maakt ze hier in die leven? Zij moet kan zien, man, joh. Ik heb hier gegaan in time when ik play for us. Like, ik heb een victory gevonden daar. Even als het insignificant is. Het gaat niet daar over die grootte, nee. Nee, is insignificant of insignificant voor anders moet zij significant maken voor jezelf. Because niemand gaat het voor jou doen, nee. Do you know what I'm saying? Ik heb het op de eigen trap. You know, celebrate yourself and celebrate your partner and celebrate your family, your booty, your sister. En zo. Het is important, man. En dan heb ik een tour, vele van plekken, Grahamstown, met children's theater shows. 90 Plain Street is op SBC 2, was mijn eerste ding nou op like national television. Amazing. Zo veel heb ik nou weer gedaan, Zuidoosten. Ik heb nog gedaan cameos op project Dina. Yes. En daar heb ik een boef gespeeld in Zuidoosten. In die vorige 90 Plain Street was ik op Perlamoen dief geweest. Ja, dat is echt dief. En nou deel naar mijn boy, nou die dag, hij zei van mij, finally daddy, you're playing a disc cop. You are a good guy. Hij is zo moe. Hij is dan zo moe, maar een meisje in een kipje zit. Goed is in dit, zo hij zit. Hij kan het in de pakken. Hij kan een beetje zo niet. Hij weet ik als zo niet. En daar is ook nog een ding, like, als je family hebt, distinguish jouw week van jouw huis, you know, huiselijke dingen. Moet niemand daar naar huis toe komen. Hulle sê ze maar... Zeker is het dief huis toe komen. Nee, Sana sê ze maar van mij en Liam sê ze van mij, daddy, don't act. Hulle straight up. Dan sê ik, moest nog geleerd in die dingen. But acting has nothing to do with acting. It's not acting. It's not acting, I'm just being. Hey, dan sê hulle van mij, be Sean. Don't be Manfred. Daniels, number 06567. This is not that. Ik voel, hulle is jou coaches. Hulle is my life coaches. Hulle is my inspiration. Hulle is op. Hulle weet ook, like, allemaal zo'n Kingsmaster, zo'n Dion. Hij is een tight buddy van mij. En hij weet, like, wat ons begint te samenwerken toen, een paar jaar geleden. Hij is in mijn huis gekomen. Ze toen gewelkom. En ik introduce, like, mijn mensen wat ik samenwerk aan mijn familie. Basically, hulle moet verstaan wat. Ik kan niet volgen. Maar nou, dat is jouw foundation, man. Exactly. Ik verstaan veel wanneer ik het ook daar. Dat is mijn foundation. Ik kan ook je voegen. Like, ik is die ding. Of die persoon. Maar dan is ik je daar. True story. Clubs en zo, waar ik je mee niet. Social events. Ik zal gaan als ik geen invite is. Mm-hmm. Maar als ik geen invite is, ik zal je like, geen altijd al om een good time te hebben. Ze weet wat ze wil leven. Ze heeft jouw family, ze heeft jouw week en jouw hoofd van albei. Zeg maar goed, wanneer je gezien voor jezelf, dus eerst dag hoor die. Dit is mijn ding, I'm gonna do it fulltime. Ja, die journey was hectic, want ik was altijd een sportsman geweest, een rugby player. You know, I wanted to play for the Springboks and so. Yes, so much. You know, and to in grade 11, to do a show called District 6 by Wynberg Senior Secondary, waar ik gegaan het, Wynberg High. En ik auditioned to, en ik denk daar had het nou net van mij gezegd, like, zij is goed in die man. Zij is, dat is actually a gift. Natural. Dat is actually a ding wat zij, en ik weet niet allemaal wat emotions kan spelen, of allemaal wat kan, you know, pirouettes doen, of sulke goed te zien. Maar ik heb net, like, een aan gesit op stage, en toen kom het mij bij, en toen was ik, like, a character van een, like, a sophisticated bar, ding is het. Het was Sophia's Blue Moon, het was District 6 van Tali Peterson. En toen zei ik nou voor mezelf, ik zie het, hallo. You know what I'm saying? You know what I'm saying? I see it. And it's like, if I was the star of the show tonight. My bro, ik kan niet zingen. Niemand kan. Daar hadden ze mij zo gesing, en
So, King Smash, ik los hij voor. Ja, en die King is ook een ander. Hij is een ander talent. Die bro. Ik los hij voor hem. Zo, die aan toe realize it. You know, mijn male was daar. Sean was daar. Zoals we ons op school ontmoet. En zij was daar. En ze had gekeken. Na die show. Allemaal was net like, joh, nee. You know, salving. Die salving is dat? Salving. Die salving, die gift is geleid. Mami en Diddy het gesmeer What? En gebid en gedingesis en so follow ik maar nou net hy. You know? En weet jy, as jou gift op hy ouderdom so vroeg kan vind, is a blessing. Ek dink is a blessing, you know? En ek dink is a blessing, maar jy moet ook realize dat hy is op jou eie journey. You know, so you know, you are on your That's own journey. Show. It's gonna. So the goal. I always use the analogy that I set a goal. Mm-hmm. So my goal has never changed. Mm-hmm. The route to it might have changed over the years, and I've gone down there or I've gone down there. Yeah. But the goal has never shifted or changed. Show. I'm still on that journey. I got you. You know, and Oscar Peterson told me that the time that I shot at Suid-Oster, he said, "Ikke, hy, David Isaacs, we ever." The ones coming up or, you know, with me on this journey. Mm. Ons is allemaal op een sjale trein. Sure. Ons is maar nou net in different carriages. En die trein stop daar, dan klim zij nou uit. Dan gaan het nou verder en dan klim zij uit. So, sal ek tot Oscar ook verhuid. Ja, dat was dus die kat, man. Ja, ek is oor daar. Jo, Sean is redelijk gelijk. Ek is wel gauw vinnig gebruik wat mense het. So, walk with Mel. Make sure you follow me in the meantime on social media. Check us out on Facebook. Mel jou PL en Mel Rock Lizza op Instagram. Ek jylle enige vrijheid vir die main. Oh, Sean Gabriel Smith. Laat ons weet. Taking a quick break. Yeah, yeah. And we are back, people. It is a walk with Mel. Thank you so much for joining us. If you just joined us, this is Sean Smith. Sean Gabriel Smith is an actor and so many things that we will obviously make sure it comes up down here. And it's so cool on your journey to work. It means to give us almost like a backstory, to give us like family basics, to give us like wisdom from your future in your journey and carriages. Like us over there. Say me, what is for you the highlight so far in your journey? What well, what's a nice moment for you so far? A highlight for me. In my career. Yeah, you can name a few if you in want. In my career. In your career, yeah. So my first professional production after studying at New Africa Theatre. Then I went to Magnet Theatre for like a semester. Mm-hmm. And then I had to drop out of Magnet Theatre actually because I got this role. Yo! As the lead actor. Nice. In a show called Torchbearers going to South Wales in Cardiff. En dat was voor mij... Dude, that's amazing. Do you know? Kan ik je story vertellen? Vertel. Ik weet, alles weet. So, ik het gestudeerd bij New Africa Theatre en ik het klaargemaakt het eerste jaar. En het tweede jaar het een lekker leerprogramm gehad. En die funding het toe opgedroeg. En die kinders het toe, kan me nog weggestuurd. Maar hulle toe voor mij aangehou. En ik kon toe op een contract met hulle. En ik zei voor hulle, guys, ik zal die boel blijven. Because ik zie niet zo'n store kamer die boel. Wat hulle niet gebruik. Maar het is like actually a flat. Ik ga het deal maken, ik ga het schoon maken en dan ga ik die boel blijven. Ik zal jullie luchten doen voor die, like, die shows wat hier zo komen. Wow. Ik zal like, maintenance doen, like post, ik zal like, gras snijden en allemaal die goedjes. Ja, die genuine story. Als ik die boel kan blijven, because my plan is nou om Magnet Theater toe te gaan. Magnet Theater is een observatory en die is in Sybrand Park. Ik ga zomaar aanloop, man. College toe, ik ga zomaar aanloop Magnet toe. En hulle sê toe vir my cool, ze kan het doen. En die een dag kom audition die mense nou vir die show. So it's a cast van Wales en dat's a cast van South Africa. En hulle sê toe, as die seun van, as die ouer van die kind Welshman is, en die ma is a Zulu lady, dan is gaan, hy moet sê, like, per se Xhosa is, of per se Zulu is, of, it's a mix. En hoe lijkt die ou wat hier die lichte doen? Meneer liggen. Not a word of a lie. En in directe vraag, hoe? En sy accent, that guy, the one who's making the tea. En die Ian Bruce, die guy, die owner van New Africa Theatre at the time, hy sê, yes, that guy. En hulle vraag van my, wil jy audition? En ek sê, sure, give me 10 minutes. En ek gaan toe naar die rehearsal space toe, en as a ou named Tando Doni, ek weet of julle van hom ken nie. En ik zei tegen hem, listen, I got this monologue of Lara Foots, Karoo Moes. Just help me quickly. And he tells me, I'm going to throw at you like balloons filled with stories. And then you're going to miss a few, you're going to catch a few, you're going to drop a few. But then you're going to get this one and then you're going to start your monologue. And I do this all physical. I think was ik nog baie skinny. En ik doe die physical theater thing en ik krijg die een bol en ik begin my monologue stories.
En ik zeer het nou voor hulle in die audition en ik doe mijn physical ding. En hulle vragen me zomaar on the spot, are you prepared to go to South Don't Wales with us? Lie. Weet je wat, ik het geheel man. What? Nee, ik het geheel. Ik heb die duif verwacht, ik heb die duif zijn aankomen. Nee, ik het, honestly. Ik het gekraai, ik heb me gesob. Dat was jou net, like, dat is voor jou uitgezet man. Like. En ik het bij mijn maag geblei nie, ik het gestruggeld. Kijk hoe jy het gedoen man. You know, ik het gestruggeld. Weet je wat, met elke sacrifice is haar reward. Exactly. Ik geloof die. En heb je even, ik weet niet of dat nou die story is, je even failed at something. En ik wil niet het woord failed gebruiken, want ik voel failed is redirection. Yes, het gezegd. Yes. Maar heb je even failed at something where you obviously were redirected into? Ja, many a times, mm-hmm. on many a level, yep. Not only in my career, in life, mm-hmm. as a man, sure. As a father, mm-hmm. as a son, you know, sure. your parents, especially to my parents, mm. you know, they invest in you so much that you sometimes disappoint them. Yes. So for me, I failed, you sure. know, but it made me to what I am today. And if there was like anything that I would tell my like younger self. Sure. Ik is like die vrij. Vrij. En met klerk wat ik wil vrij. Because or that's a visionary. But if I would tell my younger self something, it would basically be like honor the moment that you're in. Sure. Like honor that moment. Because if you don't realize in that moment what you're dealing with or who you are around. Mm-hmm. Like ze gaan het verloren. Of ze gaan het mis. True. Of ze gaan het verkeerd lees. Sure. In tijd many a time gebeur met my. Of course. So it was redirection. Yes. En het was beautiful. Het is weer die journey. Je klim af van die trein en het is weer, you know, het kom maar net weer terug. True, true. One time. Sê my gewoon van die kerkers wat je gespeeld hebt. Wat zijn jouw favorite kerkers wat je gespeeld hebt al zover in jouw journey? Want ik weet je het goed gedoen met Mr. Smasher. Yes, ben yes, daar yes. Ik heb nog een paar yes. goedjes gedoen, you know. En dan, dat ja. was, dat, so, ik heb een show gedoen. Mijn eerste show met Lauren. Mm-hmm. Was geweest Johnny Galantele bij Adam Small. Kwaai. Adam Small was in die audience geweest die aand. Die character zijn naam is Anthony Galant. En jij hebt gespeeld hem? Ik heb hem gespeeld. Is het niet altijd de heavyste persoon daar is hij? Jo, het was... Overwhelming. Kijk, ik moet niet alle die vertellen. Ja. Hoi, ik vergiet mijn lijnen. Ik vergiet mijn lijnen. Heel gebeurd. Hier zit Adam Small. Ik vergiet mijn lijnen. Het is lang monologs, maar verschrikkelijke chunks. In een theater, meneer. In een theater. In Anne van Rooij en die mensen. Wow. Audience. Ik vergiet mijn lijnen. Maar ik zei wat... Ik zei wat... Kodia. Ik kodia, soos, you know. Wow. In Adam Small sê van my, na die show, hy sê van my, nee, ek weet, ek jou lijne opgemos daar so. in sy vrou sê toe, maar die way jy dit, you know, the comeback. Cover it. The comeback. Het gaan oor die comeback, meneer. Het gaan oor die comeback. En wat hy was een van my favorite characters, wow. because het geduldig met een subject matter, wat die, like, baie mental poverty, firstly, sure. of colored people, sure. and what we dealing with, and how that destroyed our family sure. structure, and you end up in a mental asylum, so it's Lawrence a character, nou het nou in die mental asylum opgeëindig, en ek het weer geturn naar alcohol toe, sure. so het is net die ripple effects. En dat is goed wat gebeur, you know, as realities. Exactly, die ripple effects, en goed is wat ons nou nog mijn deal. True. Op die flat in Menenburg, waar ik vandaan af is. Kijk, as rokers, because hulle het die, of ons mense het die eindelijk knowledge van like, hoekom fight ons mekaar nie, die sure. gangsters. En so, like, as ek perspective kan shed op die, is ek like, mense in camps by, vraag nie mekaar syke nie, because hulle meer is te hoog. You know, hulle sien nie, hulle kom nie in contact met mekaar nie. Waar ons op die flats, ons is in constant contact. En is overpopulated van wat die government systems opgemaakt yeah. het. You know what I'm saying? Maar, daar is liefde. Ek kan jou ook een beetje suiker vir as ek jy het. You know, ek kan uif by jou collega yes. as my uif op is. Jo, dat is een lekker perspective, you ek know, like dat. En dat is wat vir ons die character, en dat is wat vir ons, like, ons mense, die most resilient mense, soos ons kan gesnok is. Ek staan as jou op. Come back. Hallo, come back. You know what I'm saying? Ek sien jou. Ek is oor het laatste twee vrane. Wat wil jy, wat is die vision vir jou? Gaat het soms zo'n een vraag, die yes. vision vir jou? So, en wat wil jy met mense wegvat van jou, as jy perform op stage, as jy op TV, op set is? Wat wil jy met mense wegvat van jou? As a artist. Wat ik zal denk of hoop mensen vat weg van mijn performance is dat het honest. You know, dat het was... Real, no? Dat het was real, dat het was... dat hulle kan gesien dat ek het vir my enjoy. Sure. En dat is a beauty van theater, man. You know, theater is baie acteur en actrice's first love. En dat is a beauty, is like moments waar
wat jy net vir jouself vang in 'n oomblik of is 'n kyk na iemand anders toe of is klein like as 'n small, it's a beautiful thing like ek kon daud DJ Don Jacques Mouton in die movie noem hy Skolly maar hy story vertel in die tronken en daar was 'n beautiful moment wat hy doen wat hy sê die ou staan met 'n hoed en 'n silk scarf. Mm. Maar hy het hier skaaf en hy het hier hoekie. Maar jy sien. Ja. You know so it's as high moments. Ek het dit so gevoel, ja. As high moments wat ek sal like orders moet wegvat van my of en die ander question was gewees? Your vision for you as an artist. My vision for my as an artist is om like nooit laat my familie starve. Sure. You know come what my come what hulle sal nie staaf nie. Sure. You know, my boy sal skool toe gaan en hy sal brood en net skool toe. En jy sal net beter gaan vorentoe in jou mindset is dat jy week gehad, jy sit die week. I mean, you got a day job, ek het nog nie daar uitgekom met die. Yes. But nonetheless, wat hou veel motiveer het om die elke dag te doen? Wat hou veel my motiveer het om die elke dag te doen? As ek net kan add, ek het nie jy day job nie. Is jy day job? Is jy so, dis ook wat ek dink moet net, as jy day job is 9 to 5, maar jy het, ek wil jy die company geraak het nou, as jy gewoon vinnig was net gewoon Groundspring Play Back Theater Company, we deal with turning your stories into instant theater right before your eyes. That is heavy, that is heavy. Okay, you know, okay. And then, maar visie wat, no? Is ons nou by die visie? Ja, die, en moest nou, obviously, is klaar die visie, wat hou veel motivated om die elke dag. Oh, wat hou veel my motivated om die elke dag te doen, ek love it genuinely. Mm. Genuinely love ek perform, ek love my tekst highlight, ek hou van lyne leer, ek hou van blocking en direction kry, sure. Like Sean doen die, of try die, en ek hou van kritiek ook. Dat is beautiful as jy open is vir die. En is die belangrikste as jy artist is? Ek kan nie met jou meer she agree op die nie, you know what I'm saying? Ek sal gelijk het, ek en Simon een beetje gedans het hier. Ja, yeah, maar ek sien die movement in jou. Ik sien het in jou. Ik weet Simon nou dat hip hop, you know, maar ik ga hello, physical theater, hello. Lock me, you know what I'm saying? Ik zie die visie. Because ik heb het gezien bij baie van die shows, en ze doen het aan slaat ze zo'n stukje. En ik wil je uitmassie. Ze wil uitmassie. Maar ze is open en hij is cool. Dan advice voor de jong mensen in social media, waar kan mensen jou vallen? Advice voor de jong mense, is dieselfde ding wat ek vir my boys sê, if you dream it, you can achieve it, sure. All you have to do is work hard on your parents and your family, en dan kan ze dit doen. Die fondaties daar by jou jong, just op het social media, waar kan mense jou catch for your next shows, ek weet of jy wil mention van jou ja, next shows. Ja, next shows is like somewhere in June, sal ek een show doen. Ek sal het spread op social media, which is like Facebook, Sean Gabriel Smith. Dope. Instagram is ook Sean Gabriel Smith. Mm-hmm. WhatsApp. En op heel zijn maat mijn WhatsApp nummer. Yes. So, ja, maar net Facebook en Instagram is Sean Gabriel Smith. Ik kan mijn e-mail ook, of zal weer slide net into the DM. Maar nou niet andere slides. Ja. Ons deel met die slides. Volgens family. Volgens Shauna. Bijbelangrijk. Shauna zal voor jou backbone. Loera. Hij backbone gaat zich vatten. In net, ons zal net lachen worden gezegd. Because zij weet, ons deel met die nie, man. True. You know, ons zal nou zeggen, wat een thirsty. Shame. Verstaan ze? As a fan. Let it go. Ons biedt op jou. You know, en dan, so, ja, June. En dan weer in september doen ik en Lauren weer onze show. Amazing, and I need to be there. Ik is definitief die keer daar. Stiek uit. Ik is daar. Die komst is gewoon nice voor jou en voor Jeff. And I thank you. You know. You're welcome. Come through. Dan ook, wat is daar nog? Project Dina. Lovely. Is het op kijk net. So, dus kom je gereeld yes, hier? Ik kom je gereeld hier. Maar ik heb like 2 calls gehad. Lovely. En zoals ik het de eerste episode gedaan. En dan doe ik weer episode 13. Ik is niet. Stunning. Ik is een beetje over zieken. Maar dan moet het maar elke week zomaar net kijken om zieken te maken. Follow it. Because it's a deal project. It deals with human trafficking. Which ook een major story is. En ik like involved as mijn real projects. Maar dat is een real guy, man. Because even soos die, real identify ons nou real, in die moment, you know, sien ons. Ek voel ek nog een interview met die man, want dit is wat aan die brand het is, my broer. But Sean, thank you man, guys, please check him out on all social media platforms, mense, go support ons eie mense, die is wat real is, mense, Sean Gabriel Smith on Facebook and Instagram, Mario Pell op Facebook, Melra Klisse op Instagram, thank you so much for tuning in, may you have a hopeful and a beautiful, beautiful weekend. Hello.